De inhoud van een prisma. Begin van hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 zit erop in de toetsweek. Ik hoop dat het bij jullie goed is gegaan. Laat me even weten. Ik ben wel benieuwd hoe het is gegaan bij jullie. Vooral degene die ik aan het eind nog geholpen heb. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Ik heb hier de inhoud van een prisma. En wat was nu ook alweer een prisma? Nou, ik weet niet of jullie nog weten, maar vorig jaar hebben we ook de Toblerone behandeld. En die kreeg ik dan ook van jullie. En dat was heel lekker altijd. En wat is nu een prisma? Nou, een prisma bestaat uit een boven- en een onderkant, zou je kunnen zeggen. En die zitten aan elkaar met rechthoeken. Nou, die boven- en die onderkant, dus de boven- en de onderkant, zo mag je het in de wiskunde niet noemen hoor, maar doe ik even voor de uitleg. De boven- en de onderkant, dat zijn veelhoeken. Nou, wat moet je daar nu bij voorstellen? De bovenkant kan van alles zijn. Dat kan zo'n figuur zelfs zijn. Dan is het nog een prisma als dit de bovenkant is. En dan is het ook de onderkant. Dus de boven- en de onderkant zijn exact gelijk. En die zitten dan aan elkaar met allemaal rechthoeken. En dan is dus de boven- en de onderkant is een veelhoek. Nou, nu moet je weten, ze praten over een grondvlak en een bovenvlak. Als we nu kijken naar dit prisma heeft in jullie beleving misschien geen bovenvlak en geen grondvlak. Maar, draai hem eens op zijn kant en dan zul je zien, hey, ik kan hem op deze kant, kan ik hem wegzetten. En dan heeft de andere kant exact dezelfde vorm. Dus je ziet hier eigenlijk, de rechthoeken, dat zijn eigenlijk de opstaande vlakken. En dan heb je de bovenkant en de onderkant, zeg maar hoe je hem ook houdt, zeg maar, die zijn of de twee zijkanten of de boven- en de onderkant, dat zijn veelhoeken. Bijvoorbeeld een driehoek, bijvoorbeeld een vierhoek, een vijfhoek, een zeshoek en die kom je tegen in allerlei vormen. We gaan veel doen omdat je de inhoud moet gaan berekenen strakjes met een trapezium als grondvlak en bovenvlak. Kijk, en hier en met driehoeken als grondvlak en bovenvlak. Dit is het grondvlak, dit is het bovenvlak. Of andersom, dat zijn dezelfde vlakken. Ja? Dus grondvlak, bovenvlak, maar je mag ook best dit het grondvlak noemen en dit het bovenvlak. Dat maakt in principe nog niet eens zoveel uit. Nou, wat ga ik nu dit filmpje laten zien? Ik ga jullie laten zien in het algemeen hoe ze prisma opgebouwd. En ik ga jullie laten zien hoe je van de twee voorbeelden uit de gele theorie, en schrijf dan mee, hoe je dit aanpakt. Als je nu meeschrijft, dan kan je denk ik zelfs de eerste paar sommen zonder filmpje maken. Denk ik. Ik weet niet zeker natuurlijk, maar dat vermoed ik. Dus dit ga ik allemaal uitleggen. En het is steeds dezelfde aanpak. Nou, hoe zat het nu met de balk? Weet je nog van de balk? De balk was lengte keer breedte keer hoogte. Dat was de inhoud van een balk. Hè? En dan had je even kijken hoe we dit ook weer noemden. Dit noem je dan de hoogte. Maar je kunt, ja, het ligt er maar net aan hoe je hem houdt. Maar dit is dan zeg maar even de lengte keer de breedte. En dat is dus de oppervlakte van het grondvlak. En dan moest je dat keer de hoogte doen. En je gaat nu zien dat dit steeds terugkomt in de inhoud van ruimtelijke figuren. Dus steeds doe je iets met het grondvlak en de hoogte. Wat blijkt nu bij een prisma te zijn? Kijk, bij een balk is het oppervlakte grondvlak lengte keer breedte keer hoogte. Hè? Oppervlakte grondvlak keer hoogte. Maar, ik weet niet of je het weet, een balk is ook een prisma. Een balk is ook een prisma. Kijk maar, het grondvlak is een veelhoek. En het bovenvlak is een veelhoek. En het zit aan elkaar met rechthoeken. Dat dit dan toevallig een vierkant is, of een rechthoek, dat maakt niet zoveel uit. Dat is ook een veelhoek. Als het bovenvlak en het grondvlak maar dezelfde figuur zijn. En als ze maar aan elkaar zitten met dezelfde veelhoek, moet ik zeggen. Dezelfde veelhoek. En als ze dan aan elkaar zitten met rechthoeken. Nou, dan komt hier nog wat theorie. Maar het eigenlijk belangrijkste wat je moet weten, dat de inhoud van een balk is oppervlakte, is grondvlak keer hoogte. Maar dat de inhoud van een prisma, is dat ook. De inhoud prisma is ook gewoon de oppervlakte van het grondvlak. En die kun je vaak berekenen, keer de hoogte. Staat ook in je boek hoor, dus ik schrijf het nu slordig, maar staat overal, komt nog steeds terug. Dat betekent dus, als jij de oppervlakte van het grondvlak weet, en je weet de hoogte, die doe je keer elkaar. Dan heb je de inhoud. He, dus het is eigenlijk precies hetzelfde als met een balk. Alleen, het grondvlak van een balk is gewoon wat lekkerder om te berekenen. Want je kunt je voorstellen, als je met zo'n trapezium gaat werken, is het een ander verhaal. Maar die ga ik laten zien. Wat moet je hier verder nog weten? Nee, dat laat ik even zo. Ik ga het in de voorbeeldjes, laat ik het gewoon naar voren komen. Kijk, hier zie je twee keer een prisma in een balk getekend. Bij deze is het CGQ, het grondvlak. En PDH, het bovenvlak, of andersom. En die lichtroze,
rechthoeken, dat zijn de opstaande vlakken. Je gaat nu, en dat geldt hier ook, je bovenvlak, grondvlak. Wat ga je nu doen? Je gaat van allebei eerst de oppervlakte van het grondvlak uitrekenen. En daar gebruik je de regels voor die je kent. De oppervlakte van het grondvlak ga je uitrekenen. Heb je dat gedaan? Hoe je dat doet, laat ik zo meteen zien. Dan doe je dat nog even een keer de hoogte. Kijk, en hier ligt die plat, maar toch is dit de hoogte. De hoogte is eigenlijk... Oh, ik schrijf hoogte. De hoogte is eigenlijk de lijn of de ribben, het stukje tussen de twee grondvlakken in. Of tussen het grondvlak in. Dat zeg ik fout, want de prisma heeft geen twee grondvlakken. Maar jullie snappen denk ik wat ik bedoel, hè? Tussen het grondvlak en het bovenvlak in. Dat stukje, dat is de hoogte. Dus hier is het echt wat wij ook in de huistuin en keukenwereld de hoogte noemen. Als je op de basisschool zat, noem je dit de hoogte. Nu weten jullie inmiddels, dit kan ook de hoogte zijn. Het is maar net hoe je hem weglegt. Maar de hoogte is dus het stukje tussen het ene vlak en het andere vlak. Ga nu niet 4 centimeter strak als hoogte pakken, dat is fout. Ja? De hoogte is wat de afstand tussen het bovenvlak en het grondvlak. En dat zijn die twee dezelfde veelhoeken. Dan gaan we even kijken. Nou, je hebt hier een bepaalde aanpak die ze geven. Dat minuutje ga ik straks ook steeds gebruiken in de sommen die ik ga doen. Ik heb ze al allemaal uitgewerkt, ga ik straks laten zien. Niet in dit filmpje, aparte filmpjes per som. Maar ik hanteer steeds hetzelfde principe. Het eerste wat je moet doen, is altijd een schets maken van het grondvlak. Dat moet je gewoon doen. Kijk, bij sommigen is dat hartstikke eenvoudig te zien, maar niet bij allemaal. Dus je moet een schets maken. Hoe maak je nu zo'n schets? Want daar heb ik ook zo'n vraagteken bij gezet. Nou, dan teken je het... Oh, ik krijg hem niet weg. Dat is gek. Met de delete-knop doet het niet. Ja, hij doet het. Nou, dan pak ik deze zijkant. Oh, zij pakken deze zijkant. Dat kan ook. Ik zou altijd deze pakken. Maar dat is persoonlijk. Denken jullie ook aan. Deze kan je gewoon helemaal zien. Maar het maakt niet uit. We pakken de zijkant waar het grondvlak in zit. Nou, oh, en je mag het schetsen. Maar schetsen moet je eigenlijk ook wel met geodriehoek doen. Hè? Tenminste, ik neem aan dat jullie ook met geodriehoek moeten doen. Moet je maar even vragen aan je docent. Zo. Dit is dan... ga je eerst kijken in welk vlak ligt het grondvlak of het bovenvlak. Nou, dan teken je dus of B, C, G, H. Of je tekent A, D, H, E. En dan ga je kijken, hoe loopt nu die driehoek? Nou, die loopt van hier, zet even alles erbij. H, D, A, E. En dan ga je kijken. Kijk, hier loopt die driehoek van H naar P. Oké, en waar zit die P? Nou, dit is 3 centimeter. Maar in totaal is het ding 4 centimeter. Dus dan weet je al dat dat 1 is. Dus dan teken je zo ongeveer. Want het is een schets, de maat hoeft niet precies te kloppen. Teken je hem, daar zet je P bij en zet meteen erbij 1 en 3. Het stukje van A naar D, dat heb je niet aan deze kant, maar dat staat hier. B, C is ook 3. Dan ga je kijken, gaat dan vervolgens van P naar D. Gaan we ook tekenen, van P naar D. En wat is nu het gevraagde vlak? En daar kun je eventueel inkleuren. En wat dan altijd helpt is, ja, het is een beetje een viezig verhaal. Maar even zo je vinger een beetje nat maken en dan zo eroverheen vegen wat je ingekleurd hebt. Dus je kleurt het zo met de potlood in. En dan maak je je vinger een beetje nat en dan ga je er zo overheen en dan vult hij hem heel mooi. Moet maar eens proberen. Het is een beetje smerig verhaal. Maar het werkt wel. Ik heb er hele mooie tekeningen van. Nou, dan hebben we dit gedaan. Zetten we even alle maten verder nog erin. 3, 1, 1. Wat moeten we nog hier doen? Ja, dit stuk is 4, hè, want dat is van H naar D is hetzelfde als van C naar G. En dit stuk is, ja, die AB, die 5, die kan in deze tekening niet voorkomen, want die zit niet aan die zijkant. Dit is dus mijn schets. Nou, wat zie je nu ontstaan? Je ziet hier een driehoek ontstaan. En de oppervlakte van een driehoek is altijd de helft keer een zijde en dan de hoogte die bij die zijde hoort. Dus de bijbehorende hoogte. En dat is de oppervlakte van een driehoek. Nou, dus als we nu hier straks de oppervlakte van gaan berekenen, dat is stap 2. Dan pak je de zijde en dan pak je de hoogte. Nou, die hoogte, die lijk je niet te hebben. Zo, hè, die lijk je niet te hebben. Maar, ze hebben dit V genoemd, ik noem ook maar even V. Je weet dat AD 3 is, dus dit is ook 3. Dus nu heb je de hoogte, heb je, die is 3. En je hebt de zijde, die is 4. Maar dat ga ik laten zien in de volgende stap. Kijk. We hebben nu de schets. Dit is de schets. Nou, de eerste stap is steeds een schets. Die hebben we gemaakt. De tweede stap is dat je de oppervlakte van het grondvlak uit gaat rekenen. Nou, de oppervlakte van het grondvlak, dat was de oppervlakte van het grondvlak, is dus de oppervlakte van PDH, is gelijk aan een half keer de zijde, nou dat is DH, keer de hoogte van, die bij die zijde hoort, dus dat is PV.
En nu zeg je misschien, ja, meet je net dat de hoogte 5 was. Ja, van het prisma. Van deze driehoek is de hoogte 3. Nou, dan ga je het invullen. Ik weet niet beter of je moet er altijd zo eerst die formule opschrijven. Misschien zelfs de half keer zijde, keer hoogte en dan nog pas dit. Dat weet ik niet, moet je vragen. Hè? En dan krijg je dus, dit is dus gelijk aan een half keer. Nou, dh haal je uit je schets, is 4. pv, dat was dit stukje, is 3. Dus je krijgt hier eigenlijk een half keer 4 keer 3. Ofwel is 6, en let op, vierkante centimeters. He, dus geen drietje erbij, want het is de oppervlak van het grondvlak. Oh, ik zie nu dat ik helemaal een stukje in beeld ben. Oh, daar niet gelukkig. Oké. Nou ja, het is geen ramp, hè. Het is geen ramp. Jullie weten wel wat ik bedoel, denk ik. Niet erg genoeg om over te doen. Dus je hebt hier 4. Dat is deze. Dat is de zijde. En dit doe je keer de hoogte. En dat doe je keer de helft. Dan heb je de oppervlakte van de driehoek. Is gewoon een regeltje. Dat mag je gewoon gebruiken. Hoef je niet eens te snappen, als je het maar kunt toepassen. Wel makkelijker als je het snapt. Maar het is niet per se nodig. Nu hebben we dus gevonden. Kijk, wat hebben we nu gevonden? Oh, dat is de volgende al. Dan ga ik te snel. Wat hebben we nu gevonden? Nou, we hebben nu gevonden de oppervlakte van het grondvlak. We weten de oppervlakte van het grondvlak. Dat is 6 vierkante centimeter. Dat hebben we gevonden. Verder weten we ook. Nu gaan we kijken of uitrekenen of kijken. Wat is nu de hoogte van het prisma? Dat is stap 3. Dus de schets was stap 1, de oppervlakte van het grondvlak is stap 2. In mijn sommen straks komt er steeds zo'n minuutje dat ik dit ook echt zo toepas, hoor. Dus dat komt wel goed dan. 3 is de hoogte van het prisma. Nou, de hoogte van het prisma is de afstand tussen de beide, dus het grondvlak en het bovenvlak. En dat is 5 centimeter. Soms moet je het uitrekenen, soms krijg je het cadeau. Nu kunnen we de inhoud van het prisma berekenen. Wat is nu de inhoud van het prisma? Dat is de vierde stap. Inhoud prisma. Op papier schrijf ik echt netter, hoor. Inhoud prisma is gelijk aan. Nou, dan krijg je steeds de oppervlakte van het grondvlak, ik noem het even gvh, keer de hoogte. Nou, dus de inhoud van het prisma. En het zou kunnen zijn dat ze willen dat je met de letters schrijft, maar dat weet ik niet of ze dat willen. Dat moet je maar kijken. Als je deze inhoud met letters moet schrijven, dan moet je dus zeggen QCG. PDH, maar ik weet niet of dat moet. Dus dat laat ik even in het midden. Dan moet je even kijken wat de docenten daarvan zeggen. Dus de inhoud van dit prisma is de oppervlakte van het grondvlak. Nou, dat is 6 vierkante centimeter keer de hoogte. Die was 5. Ofwel 30. En let nu heel goed op. Kubieke centimeters. Want nu zitten we met de inhoud. Hè? Dus dan heb je het drietje erbij. Nou, dat is dus de eerste. Dat is als het grondvlak een driehoek is. Nou, soms is het grondvlak een trapezium. Dan heb je er zo eentje. Dan gebruik je de formule voor trapezium. Zit ergens in de sommen, heb ik een apart filmpje van. Ik laat nu gewoon voorbeeld B zien. Wat doen ze nu bij voorbeeld B? Bij voorbeeld B ga je weer hetzelfde doen. Je gaat eerst een schets maken van het grondvlak, zo, dit is het grondvlak. Die schets ga je maken. Zij pakken weer de onderkant. Nou ja, moet je zelf weten. Ik zal altijd de bovenkant hebben genomen. Maar dat maakt niet uit voor het idee. Dus je pakt deze pakje. Die ga je tekenen. Nou, die zit in A, D, C, B. Of A, B, C, D moet ik eigenlijk zeggen. A, B, C, D. Daar zit die in. Dus A, B, C, D. Wat doe je dan? Dan teken je een rechthoek. Zo. Dan teken je een rechthoek. Even mijn vraagteken weg. Zo. En in de rechthoek ga je eerst eventjes... Ik doe even niet wat ik wil. In de rechthoek ga je eerst eventjes alle maten erbij zetten. Kijk, hier zie je hem gewoon kleiner maken, want zo gaat hij straks worden. Maar hoe doe je dat nu zelf? Ik kan wel zeggen, ja, dit is het, maar hoe pak je dat nu aan? Nou, dan heb je zo'n teken in rechthoek waar het grondvlak in ligt. Dus A, B, C, D. Dat zet je erbij. Maar voor je gaat tekenen. A, B, C en D. Dan gaan we nu kijken. Dit is 5 en B, C is 3. Tot zover, ja, dan moet het gewoon lukken. Nou, wat gaan we nu zien? Nu zien we moeten van A tot L tekenen. Dus de vraag is nu, waar zit hier ergens L? Dat is eigenlijk de vraag. Waar zit hier L? Zit hier de L of zit hier de L? Waar zit die? Nou, in principe is het een schets, dus ik hoef het niet precies te tekenen. Maar het is toch wel handig als we weten hoe groot dit stukje is of hoe groot dit stukje is. Want dan weten we het. Nou, EN is even groot als AL en EN is 2, dus AL is ook 2. Dus dat betekent op de weg van A naar D, na 2 centimeter kom je, dus als je in A begint te wandelen, na 2 centimeter kom je L tegen. Ik
heb altijd de neiging om de maat niet erbij te zetten in een schets. Ik zet altijd boven alles in centimeters, hè? Gewoon heel lui, hè? Nou, dan heb ik dit gedaan en dan zie ik dat K, waar ligt nu K? Nou, hoe ver ligt K nu van D af? Nou, H ligt 3 van M, dus D ligt 3 van K. Dus zeg maar eventjes ongeveer hier. En dan weet je dus dat dit 3 centimeter is. En nu kun je hem tekenen. Kijk maar. Oh, dat is lekker zin. Wacht even, ik moet hem even op lijn zetten. Zo. Nu kun je hem tekenen. En nu teken je van L naar M. Ging bijna mis. Oh, wacht even. Hier staat M. Dat is natuurlijk geen M. Dat is K. Oh ja, ik ga het niet helemaal overdoen. Hoor. Ik zit al bij het laatste voorbeeld aan het eind. Ik ga het niet helemaal overdoen. Maar jullie snappen hem wel, denk ik, hè. L, K. En ik pak de M. Dat is gewoon een foutje. Let daar goed op de toets, want ze strepen het gigantisch aan. Nou, nu ga je dus eerst de oppervlakte berekenen. Of nu is de schets klaar van dit figuur. Nou, het is een vierhoek. Het is geen trapezium, dat was lekkerder geweest. Of gewoon een rechthoek of zo. Maar dat is niet. Nou, je kunt hem ook niet in principe gebruiken met wat zij zeggen. De oppervlakte van een driehoek is een half keer de zijde keer de hoogte. Dat gaat hier ook niet lukken. En dan gebruik je de inlijstmethode. En ik weet even niet meer of wij dat vorig jaar gedaan hebben of dat wij over hebben moeten slaan. Maar wat doe je eigenlijk? Het principe is, je gaat hem inlijsten. Je gaat kijken hoe groot is nu heel die blauwe rechthoek. En dan ga je daarna ga je er twee stukjes van afhalen. Je gaat er het oranje stukje van afhalen. En je gaat er het gele stukje zeg maar eventjes van afhalen. Jullie hoeven niet te kleuren, hè? Dat doe ik voor de uitleg. En wat je dan overhoudt, dat is de oppervlakte van het roze. En het oranje en het gele, dat zijn twee driehoeken. Die oppervlaktes kun je berekenen. Dus je gebruikt hier de oppervlaktes die je wel kunt berekenen. Nou, die rechthoek, dat is een eitje. Dat is gewoon 5 keer 3. Schrijf straks nog op hoor. 5 keer 3. En dan moet je deze twee driehoeken eraf halen. En dan gebruik je dus de oppervlakte van de driehoek is een half keer de zijde keer die hoogte die erbij hoort. Zij hebben, ja, soms begrijp ik hun keuzes niet. Zij noemen deze driehoek 2 en deze 1. Ik zou het altijd andersom doen. Ik doe het nu toch zo, omdat zij het zo doen. En dan loop ik synchroon, of hoe noem je dat, met het boek. Gelijk met het boek. Dit is 1. En hoe weet ik nu dat dit stukje 1 is? Nou, dit stuk was 2. Het hele stuk is 3. Dus dan hou ik, even kijken hoor, 1. Ja, dan hou ik 2 over. Nou, ik pak even mijn eigen schets. Want die is met kleurtjes. Ik vind hun schets veel netter en veel mooier. Maar de mijne is met kleurtjes. En dan kan ik het makkelijker uitleggen. Zo, dus dit doe ik even weg. Ook al moet ik pauzeren, denk ik. En ik heb even gepauzeerd en even alles netjes gemaakt. Nou, hoe gaan we dit nu oplossen? Nou, de eerste stap is steeds een schets. Die heb ik gemaakt. Schets van het grondvlak. Dat is stap 1. Dan is stap 2 de oppervlakte van de grondvlak berekenen. Is soms hartstikke snel. Nu is het een iets ander verhaal. Want nu moeten we de oppervlakte gaan berekenen van A, B, K, L. Dus de oppervlakte van A, B, K, L. Nou, hoe pakken we dat nu aan? Nou, de oppervlakte van ABKL. ABKL. Ik denk dat je ook gewoon grondvlak mag schrijven van docent hoor. Ja, dat is eigenlijk de oppervlakte van die hele rechthoek. Min de oppervlakte van die ene driehoek. Min de oppervlakte van die tweede driehoek. Dit is natuurlijk geen wiskundige manier van opschrijven. Dus hoe doe je dat nu? Nou, het is dus de oppervlakte van die rechthoek. Dus het is de oppervlakte van het blauwe rechthoek. Dat is A, B, C, D. Wat haal ik daar nu af? Nou, dan haal ik de oppervlakte van de oranje driehoek af. En dat is, even kijken, L, K, D. En, oh, dat is niet handig gekozen. Ik weet niet of jullie heel goed kunnen zien. Nou, het is nog iets te doen. B, C, K. Ja, dat is jammer. Dat je die niet goed kan zien. Maar ja, ik schrijf deze wel dan even zo. B, C, K. Zie je nog een beetje geel erachter. Hè? Dat is deze. Nou, dat betekent dus, dit is dus gelijk aan. Nou, dan pakken we eerst de oppervlakte van die rechthoek. En die ga ik niet allemaal apart uitrekenen. Die zet ik in één keer allemaal zo hierachter. Ik ga het dus niet allemaal apart uitrekenen. Ik begin met de eerste. Nou, dat is gewoon 5 keer 3. Want de oppervlakte van de rechthoek is lengte keer breedte. 5 keer 3. Daar moet ik van afhalen de oppervlakte van LKD. Nou, dat is dus een half keer de zijde keer de hoogte. Nou, de zijde is 1, de hoogte is 3. Of andersom, hè. Dus je krijgt een half keer 1 keer 3. En dan moet ik nog die gele ervan afhalen. Nou, die roze over. En dat is wat gevraagd was. Nou, en die gele, dat is, even kijken, een half
keer 2, keer 3. Het boek doet het net andersom. Die haalt eerst die gele eraf en dan die oranje. Maar dat gaat gewoon zo tegen mijn gevoel in dat ik gewoon vergeten ben dat ik het andersom ging doen. Maar dan weten jullie waar dit vandaan komt. Dit is de half keer 1 keer 3. En dit is een half keer 2 keer 3. Dus ik heb deze twee verwisseld ten opzichte van het boek. Was niet mijn bedoeling, maar ja, het gaat zo tegen mijn gevoel in dat ik niet anders kan. Dan krijg je dus 15 min nou, een half keer 1 keer 3 is anderhalf. En dit is gewoon 3. Wat hou je dan over? Dan hou je over 10. Wacht even. 10,5. En of je nu 10,5 schrijft of je schrijft zo'n 10,5, dat maakt niet uit. Vierkante centimeter, want we zijn nog bezig met het grondvlak. Nou, nu hebben we de tweede ook gevonden. Dus, wat hebben we nu gevonden? Nou, we hebben die schets hebben we. We weten stap 2, de oppervlakte van het grondvlak. Dat is 10,5 vierkante centimeter. Dat was stap 2. Dat heb ik net laten zien. Hè? Moet je dat allemaal opschrijven. Hè? Maak even een samenvatting. Dus je tekent eerst de grondvlak van, eerst de schets van het grondvlak maken gedaan. Dan de oppervlakte van de grondvlak uitrekenen. Steeds hetzelfde. Nu ga je de hoogte pakken van die prisma. De hoogte van het prisma. Hoe hoog is deze? Nou, de hoogte is de afstand tussen die twee vlakken. Dus tussen het ondervlak en het bovenvlak. Grondvlak en het bovenvlak. En dat is dus deze opstaande ribben. Van B naar F, van A naar E, van D naar H. En van L naar N. En die is dus allemaal in deze balk even hetzelfde. Dus allemaal 4. Dus de hoogte is hier ook 4. De hoogte is hier ook 4. De hoogte is hier ook 4. Dus de hoogte van het prisma is gelijk aan 4 centimeter. Nu gaan we de inhoud van het prisma berekenen. En dan moet je eerst opschrijven. Inhoud prisma is de grondvlak, oppervlakte van het grondvlak. Oppervlakte, grondvlak, keer de hoogte. En dat is dus 10,5 keer 4 kubieke centimeter. Ofwel, dan doe je 10 keer 4 is 40. Een half keer 4 is 2, 42 kubieke centimeter. Ik ga nu de algemene aanpak laten zien. Is dit voor jou voldoende? Alleen maar prima. Wat is nu dus eigenlijk de algemene aanpak? De eerste stap. Maak een schets van het grondvlak. Zet alle maten erin en alle letters. Bereken de oppervlakte van het grondvlak. Vaak gebruik je die van die driehoek. Is dit niet in één keer, dan is het in stappen. En dan kijk je waar de hoogte is. Die zoek je op of die bereken je. Maar bereken je hem, dan moet je wel je berekening opschrijven. En tot slot de vierde stap. Bereken de inhoud van het prisma met oppervlakte. Even kijken hoor. Wacht even, dan ga ik echt een bende maken. Zo, de inhoud van het prisma is de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte. Volgens mij was hem dat. Even kijken. Ja, want dat is alweer een som. Nou, dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!